Corné van Kessel is de volgende Brabander die aansluit. Vandaag 8e. Ja, Corné, vertel je verhaal. Eigenlijk heel goed mee weg, maar de tweede ronde, ja, de befaamde drop-off, een salto gemaakt. En daarna terug mijn ritme proberen te zoeken. Dat is gelukkig gelukt en toch nog een 8e plaats kunnen redden. Had er meer in gezeten zonder die salto metalen? Ja, daar had er misschien meer in gezeten dat ik langer mee wat voor had gereden. Maar ja, dat is achteraf en het is zo. Op dit rondje kon jij uit de voeten? Ja, ik kon mijn dingen gerust doen, maar ja, als je valt, dan moet je terug je ritme opzoeken. En ja, dat kost toch altijd een paar rondes. En dan op het einde begon het mij ook wel door te wegen. Ja, top 10, dat was de hoop die je vooraf uitsprak. Nou, dat wordt hem ook met een 8e plaats. Tevreden? Ik ben zeker tevreden over de uitslag. Over de wedstrijd had misschien anders kunnen lopen, maar het is zo. En nu? De volgende doelen? Morgen Ruddervoorde. En dan op naar de kampioenschappen. Ja, overal eigenlijk zo constant mogelijk seizoen proberen te rijden. Ja, Marianne zat in het commentaarhokje. Heeft jouw prestatie van deskundig commentaar voorzien. Analyseer het eens. Hoe was de race van Corné van Kessel? Nou, het was heel goed te zien dat Corné eigenlijk direct vanuit de start goed meeging. Ook opschoof. Zich brutaal even tussen de bellen gezet in de eerste ronde. En toen was hij even weg. En ja, wij wisten niet waarom. Dat was de saldo dus. Wij wisten niet waarom, maar we konden het later wel zien in precies, de beelden. Wat gebeurde er precies, Corné? Ik nam de drop-off en ik landde iets te veel op mijn voorwiel met mijn gewicht. En ja, los zand, je bent gewoon direct weg. Ik rolde eigenlijk door tot beneden en ik kon beneden terug vertrekken. Zonder erg gelukkig. Hoort bij de sport, hè? Ja, dat is zo. Dat is de tweede keer dit jaar en het zal nog wel eens gebeuren. Ja, een 8e plaats, daar mag Corné tevreden mee zijn, Marianne? Ja, ik denk dat het zeker een hele mooie klassering is. Misschien zat er qua uitslag nog wat meer in, want als je in de tweede ronde valt, dan verlies je toch even wat ritme. Maar ja, volgens mij kun je hier wel tevreden mee naar huis. Corné, een EK, smaakt dat dan meer? Is het iets wat, ja, wat structureel gewoon een mooi piekevenement voor jou moet worden? Ja, voor mij smaakt het vooral naar het zand nu, maar voor mij mag het elk jaar terugkomen. Het is toch weer een wedstrijd die extra meebrengt voor de cross. En ja, ik vind het wel een meerwaarde. Ja, was het mooi om het hier in Huibergen te hebben? Wat vind je van het rondje? Ja, het is een super locatie hier natuurlijk. Het is niet overal even breed om te passeren, maar ja, het is wel een toplocatie. Het idee dat leeft ook, dat het EK in de aanloop, de manier waarop het vandaag plaatsvond, het publiek, heb je het idee dat, het, ja, dat er een entourage voor is? Ja, tuurlijk. Er wordt overal over geschreven. Aandacht is er altijd voor een kampioenschap. En een EK hoort daar zeker bij. Dus voor mij mag het volgend jaar terug zijn.